samen speelt, dan kan ik het scoren. Okay. Hij speelt zelf niet. We gaan geen ruzie maken. Hey, 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 hey. Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe video. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. En we zitten momenteel niet alleen in de auto. Nee. Oh, hier zit al één iemand. Hey, tadaa! Hey, waar zijn jullie? Hey. Alles goed bij jullie? Ja. En wat zijn jullie namen? Gideon, Lucas en Massie. Oké, mooie namen. En ik moet vandaag alles goed onthouden, ja. Want ik word jullie coach vandaag. En op het einde van de video spelen we ook een wedstrijd. Oh. En die moeten we wel winnen, oké? Oké, ja. Hebben jullie een doelman? Ja. Ah, voilà. Oh, we hebben een doelman. Is het moeilijk om coach te zijn? Nee. Nee? Hebben jullie een goede coach? De echte? Ja. Oké, dus ik heb wel een beetje druk. Ja. Maar kijk, ik heb al mijn vest aan. Wow. Het zijn ook jongens die bij Westerlo spelen, eerste klasse. Jullie zijn gewoon de nieuwe Cristiano Ronaldo's, toch? Oh, ze zijn ook nog bescheiden, vind ik ook mooi. Wie is jullie lievelingsvoetballer? Eerst mijn papa en dan Messi. Oh, zo lief. Massi. Nee, Messi. Ah, Messi. Ah. En bij jou, Massi? Messi. Ook Messi? Mee? Jullie. Nee. En na ons? Mbappé. Ah, ja. Oh ja. Ik heet Kylian Mbappé. Ah ja, Kylian Mbappé. Oh. Mijn andere naam is Willems. Kylian Willems Mbappé. Nee. Met hoeveel tegen hoeveel spelen jullie wedstrijden? 5 tegen 5. We hebben eigenlijk nog maar 2 spelers nodig. En we hebben al een doelman. Ja. Dat is goed. Dag coach. Dag Michiel. Alles goed? Prima. Wat is jouw naam? Ik ben Fabio. Ja. En Fabio, jij bent de coach van de U8 van Westerlo. Ja, van de Nationale U8 hier. De Nationale U8. Ik word vandaag jouw assistent. Maar op het einde van de video, jouw grootste rivaal. Want wij gaan een wedstrijd spelen tegen elkaar. Maar ja, natuurlijk, het is mijn eerste dag. Ja. Dus ik ga ongeveer 1 uur lang jouw assistent zijn. En daarna gaan we een wedstrijdje spelen. Ja. En jij mag je teams verdelen op het einde, dat het eerlijk is. Ik ben benieuwd naar de jongens. Hè. Ik had er al 3 mee in de auto. Ja. En zij zitten in mijn team wel. Dat moet ik wel. Oké, prima. Perfect. En wij hebben een doelman. Ja, jij hebt een doelman. Heb je 2e doelman? Nee, we hebben geen 2e doelman. Oh. En by the way, ik ben gewisseld van jas. Oh, die coaches in de eerste klasse staan daar ook. Langs de zijlijn, zo in de regen. Oh. Boys! Oh, ik heb geen fluitje. Dat is van de oude stempel. Een oude stempel. Dat gebruik ik niet. Freep! Alles goed bij jullie? Ja. Oh, Harmen. Ben je ziek of ben je oké? Ik ben ziek. Oh. We zijn met 6 en 1 iemand te ziek. Die is al beter. Hij is al beter. Als het niet gaat, zeg het. Wel respect dat je bent natuurlijk. Vandaag word ik jullie coach. Is dat oké? Okay? Ja. 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 Jullie mogen streng zijn hè, voor Michiel. Wat zijn jullie namen allemaal? Massi ken ik al, Kylian ken ik al, Lucas ken ik al. En jouw naam is Emiel. En jouw naam is? Louis. Met een Z. Ja. Wat gaan we doen, coach? Ja. We gaan een kruis vormen met wat bewegingsjes in. Ze kennen het. Dat versta je toch? Ja, ik begrijp het, maar kijk naar al die potjes. Wij onthouden. Ja. Okay. Ze begrijpen het. Kijk hè. Oké, we gaan beginnen. Zet jullie maar klaar. Ja, waar. Start alle 4 samen. Emiel deze kant op, Lucas die kant op. Je drijft in, je kapt terug, je draait rond met links. Je doet een schaar naar links, door het poortje, zie dan en je sluit aan naar links. Snappen jullie dat? Ja. Amai. Nee. Oh, iemand klikt nee. Coach Michiel. Je snapt dat wel hoor. Anders help ik wel. Oh, jij? Yeah? Hey, nou, Lucas, kiezer, je snapt dat wel. Kom op. Nee. Demonstratie. Oh. Hoe oud zijn jullie? 8. Die zijn echt goed. Je dribbelt in, je doet schaar links, schaar rechts. Zidane, Ronaldinho, dubbele elastico, AK3000. Dan kap je nog 1 keer terug en loop je naar de linkerkant. Huh? Deze jongens zeggen ja. Ja. Als we klaar zijn, starten we. Hup. Ja. Kom, Sander. Oh, oh sorry, stekje jongen. Nee, toch niet. Goeie. Oh. Mooi. Was het zo moeilijk? Ja! Nee, goed gedaan, goed gedaan. Ze kunnen wel echt goed voetballen hoor. Ja! Eén iemand roept ja. Wat doe ik hier eigenlijk vandaag? Ze hebben helemaal geen assistent nodig. Dit is echt gewoon een training van, Real Madrid of zo. Oh, balpartij! Schwalbe, gele kaart! Waarom deze oefening als opwarming? Hier zit eigenlijk alles in. Techniek, coördinatie. Ik laat het ook doen. Ik roep niet. Ik beslis 1 groep zegt ja. Ze moeten kijken wanneer iedereen klaar staat. En dan mogen ze vertrekken. Mooi. Ja. Prima jongens, is klaar. 3 jongens met bal. Daar zonder bal. Die wat begint, zet zich voor de kegel. En de rest staat achter de kegel. Massi speelt in op Sander. 1 tegen 1. Sander dribbelt door de poortjes. We trappen in de poortjes. We dribbelen door de poortjes. Gaat het? Gaat het, Sander? Ja? Speel in. 1 tegen 1. Super, volgende. En waar moeten we scoren? In rood. Ja, die scoren in wit. In wit, dat is scoren. Ja.
Oh, oh. Super. Volgende, hè. Tillen. Goeie, goeie. Kilian, niet gedaan, hè. Toch blijven doen, hè. Oh. Mooie mail. Hup. Ah, goed, niet probeer. Probeer. Hup. Niet erg, niet erg. Dat is niks, dat is volgende. Niks. Het faalt. Het faalt echt slecht, hè. Ja. Oh. Ja. Ja, dat was de eerste pannen, maar niet effectief. Dat zien we niet graag, coach. Ze moeten de bal terug aannemen. Dat is pas een pannen, hè. Dat is een pannen. Daar staat de eerste pannen. Sander, ik denk dat jouw verkoudheid nu nog erger is geworden. Hè. Oh, erger. Ze zijn in vorm, hoor. Het is wel mooi om te zien, want iedereen is ook zo aan elkaar gewaagd. Mooi. Goed bezig, jongens. Hier drie jongens, daar drie jongens. Eerste met bal, tweede zonder bal. Je drijft in, schaar links. Jij speelt Lucas in, Emile speelt Louis in. Je gaat open. Je vraagt de bal van de andere kant. 1 tegen 1. Hassie, kom op, Lucas. Het zijn wel leuke oefeningen, hoor. En altijd 1 tegen 1. Om eerlijk te zijn, kijk, ik heb nooit zo'n leuke oefeningen gekregen. Nee? Nee, want ik vind het ook als ze het leuk vinden. Toen ik jong was, hè, was dat gewoon matchke. Kom op, hè. Oh, goeie, Sander. Sterk. Vinden jullie het nog leuk? Ja. Ja, dat is goed. Kilian, wacht op de volgende. Als er iemand achter staat, niet vertrekken. Ja. Terwijl de jongens heel gefocust aan het opwarmen zijn, gaan wij een doeltje halen voor de eerste challenge van vandaag. Oeh. Shootout. Lucas is naar het schijnt een heel goede doelman. Wie als laatste overblijft, die wint. Oké, ik ga wel een beetje zien wie de MVP wordt van de wedstrijd straks. Ja. Ben benieuwd. Maar jij hebt je team al gekozen naar het schijnt. Nee, nee, nog maar 3 spelers. Hè. Die zaten bij mij in de auto. Toevallig waren die daar, plots zaten die op de achterbank. Ik had er 3 bij mij mee, maar opeens waren ze weg. Dus. Ah! Wow. Ja, daar hebben wij niets mee te maken. Hoe vaak ik dit gedaan heb vroeger, laat je die gewoon vallen of niet? Ja, ik heb over een paar. Kijk, je moet nog niet zo ver lopen. Nee. En dan zal ik hier ook 2 potjes leggen dat de keeper ook kan scoren. Ja. Wel leuk dat de coach zo allemaal creatieve oefeningen heeft. Assistent, je mag zeggen dat je gedaan. Ja. Fit! Ze verstaan. Oh. Ja. Als ik fluit, zelfs al is het een aanval, is het gedaan. Hè. Real Madrid, heb je het gezien? Een paar weken geleden. Allemaal. Raheem delivers, Bellingham heads, the ball's in the back of the net, the full-time whistle had gone. Real Madrid scoort een doelpunt, de scheidsrechter fluit af. Als de scheidsrechter fluit, is het gedaan. Maar nu is het tijd voor de eerste challenge. Jullie gaan allemaal 1 tegen 1 op de beste doelman van België, Lucas Courtois. Normaal ging mijn team voor de wedstrijd uit de 3 spelers bestaan die in de auto zaten. Maar de winnaar van de shootout, die mag beslissen welke spelers in mijn team komen. En de rest is bij mij, hè. Bij wie wil jij in de ploeg? Allebei eigenlijk. Oh, en bij welke spelers? Emiel. Eigenlijk mijn hele ploeg. Heel de ploeg, oké. Okay, dus je bent blij met iedereen? Ja. Ik zei net van de winnaar mag kiezen wie in mijn team speelt straks. En Lucas ging direct bij Kilian. Wat hebben jullie tegen elkaar gezegd? Kijk, die zat lachen. Jullie willen samen zitten. Met jou. Oh, maar nee. Maar dan moeten jullie wel eerst winnen, hè. Ja, dat is ook waar. Goed. Kom op, hè. Wow, oké. En als Lucas de bal afneemt en hier scoort, liggen de spelers eruit. Dus als je mist, krijg je nog een herkansing. Maar als je 2 keer mist, is het ook gedaan. Mbappé. Oh, goeie. Kom op, Massie. Lekker terugkomen, Massie. Blijf gaan. Oh. Ja, goal. Sorry, Massie. Was een bal? Ja, dus. Oké, en Lucas heeft gescoord door deze 2 potjes, dus Massie uit. Als eerste eruit, we al zeggen nog 4 deelnemers. Piep. Kom op, hè. Wow. Kom op, Sander. Hij had hem niet helemaal vast. Coach, wat vond je daarvan? Goal is school. Ja, ik vond het ook doelpunt. Okay. Kom op, Emiel. Tweede poging van Emiel. Oh. Lekker, Lucas. Een keeper kan scoren. Ja, doet ze, hoor. Kilian, ben je klaar voor? Ja. Willems of Mbappé? Let's go. Oh. Lekker, Lucas! Lekker! Oh! En Lucas kan scoren! Doet hij, hoor! Daar gaat Louis! Lucas! Ja, Lucas! Wauw! Lekker! Nee, Lucas is beest. Kijk, we hebben nog 1 deelnemer. Zieke Sander! Sander!
Hij is oké, hij is oké. Ik heb wel één vraag. Sander, wat is jouw schoenmaat? 32. Bij mij ongeveer 50. Nu is het wel heel belangrijk, Lucas, voor de winnaar van deze challenge. Als jij scoort, win jij. Als Sander scoort, is Sander de winnaar. Sander, maakt het af. Proficiat. Jij mag straks de team samenstellen, maar voor we wedstrijd gaan spelen... Wat is er? Eenden en ganzen. Niet afgeleid zijn, coach. Sorry. Ik was gans afgeleid. Voor we een wedstrijd gaan spelen, gaan we eerst nog één challenge doen. Dit is challenge nummer 2. Ja. We hebben 3 challenges voor de wedstrijd. En de coach zegt dat 7- en 8-jarige spelers van hier de lat raken. En ik hoor al iemand klagen die zegt, ik lig niet in het midden, ik ga de lat niet raken. Sander! Hey, het is niet omdat je challenge wint dat je begint moe van, ah, ik wil dit, ik wil dat. Alle ballen op de lijn en schieten. Wie de lat raakt, gaat naar de volgende ronde. Als niemand raakt, mag iedereen op. Kom op, Lucas. Oh! Oké, okay, ze komen wel toe. Ja, ze komen zeker toe. Emiel. Oeh. Oh, Louis. Oh! Kilian. Oh! Ja, dat is hem. Oh! En de laatste. We hebben een winnaar. Kilian. Proficiat, hè? Goed gedaan. Kom, ga je mijn panna geven? Ja. Even een panna battle tussen Sander en coach Michiel. Oh. Oeh. Oh, Kilian. Oeh. Oh. 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 Wat was dat? Wie is er start? Michiel. Waarom? Nee, Louis is start. Ja, echt. Ik denk dat jij start bent. Waarom is Michiel start? Michiel is start. Waarom? Céline is ruzie aan het maken met de spelers daar. Je maakt onze ballen af. Ik ga dat zeggen tegen de coach. Louis zegt dat je start bent. Waarom? En ik zeg dat hij de bal afpakt. Wat, ik pak de bal niet af. Jawel, van Kilian. Kilian pakt mijn bal af. Louis is zelf stom. Nee, Louis is nu stom. Hey, Sander, als je nog een keer zoiets zegt over Louis, hè, zit je niet in mijn team straks. Ha! Oh, wie duurt er? Oh! Ha, ja, Lucas. Lucas is stout. Lucas, jij mag de goal gaan staan. Sander, jij gaat niet in mijn team straks. Ja, dat is goed. Wow. Nu is het dus tijd voor penalties. Wie als laatste mist, wint. Lucas, ja? Ga je altijd zo'n halve meter voor je lijn staan? Ja. Nee, op de dat mag niet, hè. Aha. Goed gezien, de regels belangrijk. De goal is toch heel groot, dan heb je heel veel kansen toch. Oh, nu heb je iets gezegd hè, Kilian. Nu moet je wel scoren. Doe eens flink zijn hè. Ja. Anders trap ik je bal weg hè. Nee. Pas op hè. Oh. Ah! Heel veel kans, maar toch geen doel. Kilian! Goeie save, Lucas. Oh, eerste doelpunt. Wauw! Oh, Lucas, goed geprobeerd. Massie? Oké. Je hebt ook een challenge gewonnen. Ja. Oh, Lucas! Gaat Sander scoren, denk je? Ja. Oké, we zijn benieuwd. Oh, toch wel. Heel benieuwd. Emiel gaat opnieuw. Waar ga je hem plaats? Links. Sander! Naar links. Oh, goed trap. Goeie! Oh, ja. Perfect. Perfect. Oh. Lekker, Lucas. Sander deed zo, hè. Sander is bang van jou. Van mij? Ja, ik ben bang van hem. Fiet. Gaat hij scoren? Oh. Let's go. Fiet. Emiel. Oh. Emiel, zijn traptechniek is on point. Fiet. Oh. Fiet. Oh, Sander. Oh. Oh, mooi, Lucas. En Lucas zorgt al voor de show, hè? Lucas, die kon ook gewoon zo doen. Boys, als jullie allebei missen, wint Lucas. Als een van de twee scoort, wint die persoon. Lucas, let's go. Goed bezig hoor. Maak je maar breed. Kom op, Lucas. Louis, goede trap, maar Emiel wint. Emiel wint deze ronde. Dit zijn de 4 winnaars van de challenges. Louis en Massie, jullie hebben dat ook super goed gedaan. Laat ons zeggen, jullie zijn het team. Maar... Coach. Oh, Sander gaat er niet mee akkoord. Nee, Sander, maar kijk, omdat jij zo gezegd hebt dat ik stom ben, zal ik jou even niet bij jouw vriendje Lucas steken, oké? Haha. Oh. Massie bij ons. Ja.
Wacht. Zo makkelijk gaat het niet. Maar wij twee, hè? Jullie tegen ons twee. Ik vind jou heel cute, maar omdat jij zei dat ik stom ben, heb ik een goed idee. Wie wil jij jouw team, Louis of Massi? Massi. Oké, Massi komt hier in het team en Louis gaat bij jou in het team. Voilà. Je maakt geen vrienden, hoor. Ja, had je toch door, een vriend. Dat kon je toch al weten, of niet? Kilian, wat eet je graag? Misschien een goeie spaghetti. Spaghetti? Nee. Ja. Oei. En wat eet je graag? Frietjes. Oh, ik ook. Nee, pesto met scampi's. Ja, echt hè? Oh, je kent me veel te goed. En jij hebt pesto met scampi's? Ja. Wauw. Oh, ja, let op voor jullie hoofden. Van jou. Ja. Wow, Kilian! Oh. Is het veilig? Oh, let op, Kilian! Jullie kunnen die al duwen naar achter. Doei! Oh! Wat? Coach? Pak hier die kant, zetten die goed terug achteruit en dan pakken we hem. Laat dat verstaan! En kom ons helpen met het tweede doel! Wow, jullie zijn snel! Let op voor je handen! Nee, laat eerst! Go! Wat is er met jou? Ik ben moe. Ben je... Wat? Nu al? De wedstrijd moet nog beginnen! Weet je wat zijn lievelingseten is? Spaghetti. Nee, zeg het eens. Pesto, scampi en lasagne. Ja? Pesto, scampi, wauw! Nee, blieb? Bitterballen! Bitterballen jij? Oh. Nee! Jij bent mijn vriend! Bitterballen! Jij ook bitterballen! Ook! Oh, wij zijn team bitterbal. Het veld moet klaargezet worden natuurlijk. Daar heeft de coach geen lijn. Ik heb gelukkig wel al een lijn. Wat vinden jullie van de coach? Leuk! Leuk! Oh. Mag hij nog terugkomen? Ja. Ja? Nee! Nee! Oh! Nee, jij moet ons training geven. Ja. Oh, ik wil die training geven. Ja, dat kan wel, hè? Volgende keer. Ja. Dan ben ik coach Celine. Ja. En dan pak ik bitterballen mee naar training, hè? Ja! Nee! Wat? Pesto! Ja, en scampi voor jou! Ja! We hebben twee broers die ook gaan meespelen. Waar is jouw Westerlo outfit? Ik zat daar niet bij. Oké, maar ben je goed? Ja. Ach, nee. Dat is mijn broer. Ouder of jonger? Ouder. Wij zijn tweeling. Ik ben ouder. Tweeling? Ja, een ouder. 3 minuten dan. Kilian en Axel. Verkeerd. Spitsbroers of wat? Verkeerd. Oh, ja. Zo, ja. Kijk, de jongsten moeten oudste leren. Ploegbespreking. De enige bespreking is, we gaan die gewoon afmaken. Hè. Wow! Nee, dat is alles wat we gaan doen. Hè. Ja. Nee? Ah, voilà. Oké, dat was duidelijk. Hey. Even roepen. Waar speel jij? Jij bent helemaal nieuw, hè? Staart is het vliegtuigopstelling. Ja. Privéjet of Boeing? Go, Westerlo! Zij nemen het echt serieus, wij gaan dat ook doen. Dus wie staat staart? Jij. En wat is jouw naam? Louis. Waar sta jij? Ja. Ook, ja, sorry, hij moet staart staan. Waar wil je staan? Rechts of links? Rechts. Wat zeggen jullie? Vleugel rechts? Nee, echt een vleugel. Huh? Ik zeg team en jullie roepen bitterbal, oké? Okay? Ja. Team! Bitterbal! Team bitterbal, let's go! Plaats steeds haar. Oké. Team bitterbal begint. Boys, we trappen niet van ver, hè. Ja, echt, hè. Beginnen! Oh, ze zijn bezig. Oké, de wedstrijd is officieel begonnen. En nu is het moment van de waarheid. Moet ik mij bewijzen als coach? Oh, oei! Oh, daar heb je Kilian! Golazo! Lekker, Kilian! Je doet de gritty! Hey! Tot de Lekker, Kilian! En we spelen tot 10, hè? Lucas! En het is toch niet Zander die scoort tegen ons? Rust aan de bal. Naast u. Lekker, boys, lekker! Roep jij veel tijdens de wedstrijd? Nee. Nee, af en toe wel een beetje bijsturen. Ja, maar ik ga wel. Ik moet me bewijzen vandaag, hè? Ik voel die druk. Oké. Oh! Nee, weggekleden! Lekker, Kilian! Het valt dus niet zo goed hier, hè? Oh, mooie actie van Louis. Lekker, Louis. Oh, lekker, Lucas! Mooie redding! Oei! Oké, 2-2. Lekker! Lekker! Doe maar, Louis! Oh! Goeie actie, Kilian! Goed afgewerkt! Het is wel echt spannend. 3-2. De verliezer van de wedstrijd krijgt potje knal, hè? Oh, mooie tackle. Goeie bal. Oh ja, Kilian, goed! Ja, Kilian, goed probeert. Kilian, hou je links. Fabio, niet tegen mijn spelers praten, alsjeblieft. Ja? Mooi, ze spelen wel goed, hè? Oh, lekker! Mooie actie! Komt! Lekker, Massie, lekker! Score! Ja! Als ik nu ga schieten, hebben we wel een probleem. Ik moet niet trappen. Wow, mooi hoor! Ai, 5-4. Ah, het is wel een mooie wedstrijd, hè, coach? Heel
Hekken, Kilian! Oscar! Oscar! Wat? Hekken, Kilian! Oscar! Wie had de tackle op jou gedaan? Wie? Je hebt een fantastische traptechniek, maar nu is het wel een gele kaart. Die kijkt boos. Kilian, kom verder. Het is 5 uur. Oké, dat is niks. Probeer. We gaan verder. Het kan gebeuren. Kom op, Kilian. Ze zijn daar direct. Oh, een ongel. Massi en Kilian wisselen eens van kant. Het zijn twee broers tegen elkaar. Misschien gaat Kilian nu meer met de wedstrijd bezig zijn dan midden met zijn broer. Oh, mooie actie. Mooie actie. Wow. Mooi. 7-4. Nu begint het al moeilijker te worden. Oh-oh. Oh. 8-4. Voor ik ga praten, wil ik eerst eens luisteren naar jullie. Kilian, jij mag eerst. Wat gaat er mis volgens jou? Het is 8-4. Als je samen speelt en zo en vrij loopt, dan kun je scoren. Maar okay. Hij speelt zelf niet. We gaan geen ruzie maken, maar we gaan meer passen geven. Oké? Okay? Massi, wat vind jij? Meer verdedigen? Vind ik ook. Ja, tactiek is in orde. Ja. Afmaken, wat heb ik gezegd? Hè. Komt goed. Ik wil ergens anders staan. Ik ook. Jij ook? Waar wil jij staan? Piloot weer? Ik wil staart. Jij wil staart? Voilà, ideaal. Jij rechts? Jij staart? Ik wil ook staart. We hebben twee staarten. Hé, we parkeren de bus. Staart, staart, spits, spits. We spelen 2-2. Oh. Dan heb je dus geen doel, man. Doe je Kilian goed hersteld. Team Geel wint. Dit doet pijn. En het gaat nog meer pijn doen, want we krijgen een kontje knal. Maar jullie krijgen wel kontje trap. Yes. Heb je dat graag? Ja. Echt? Oh, ik ben daar zo bang van. Lucas, wat deed je? Hij was naar jou aan het wezen, dat ze op jou moeten schieten. Louis, hè? Nee. Louis. Nee. Ga jij op mijn giel trappen? Ja. Oh. Als jullie allemaal missen, gaan jullie een doel en is het kontje knal voor ons naar jullie. Oh. Oh. Ja, ja, dat zijn de regels. 3, 2, 1, knallen! Oh, oh, er is nog één bal! Oh, oh, iedereen heeft gemist! Wissel! Nu moet je ze echt wel raken. Ga je vlammen? Ik heb tegen mijn broer! Hoi! Jullie kunnen het! 3, 2, 1, kom op! Oh, Kilian was raak! Nog één bal! Doe maar! Oh! Ja! Oh nee. Dit is dus het ritueel van KVC Westerlo. En allemaal samen! 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 Dankjewel, coach. Ja, voor de leuke ervaring. Dankjewel, jullie allemaal. Alsjeblieft. Ja. Alsjeblieft. Dank u. Helaas hebben we onze wedstrijd niet kunnen winnen. Je zit nog eens welkom. Ja. Dus, voilà. Voor de rematch kom ik zeker nog eens langs. Jullie allemaal heel veel succes nog. U weet, binnen een aantal jaar zie ik jullie daar in het stadion. Voor hoeveel likes gaan we? 22.000. Oké. 22.000 likes. Ja, dat is een goeie. Bedankt om te kijken en wij zien jullie gewoon de volgende video. Peace. Ik ga tegen jouw panna doen. Oh, oh, waar ga je naartoe? Kilian, waar ga je naartoe? Ga je lopen? Hier, hier, ik ga van. Maar wie kan een panna bij Michiel? Oh! Was dat panna? Ja. Een cadeautje! Een cadeautje? Ja. Ik ging net zo bijna praten. Ja, cadeautje voor de coach. Oh, dankjewel. Oh, een bal van Westerlo en mijn, oh, al jullie namen op. Zijn het namen of handtekeningen? Namen. En ik heb mijn handtekeningen afgedaan. Oh, heb je al een handtekening? Waar is jouw handtekening? Kijk, kijk, kijk. Sander was hier. Sander. Wow. Cool hoor. Cool. Dankjewel hè. Super lief. Ja. Ja.